Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag weer in de Efteling. En we zijn vandaag bij een zomeravond. Dus ja. We gaan lekker naar het entertainment kijken en een paar attracties doen. Dus ik zeg, let's go. Let's go, ja. Nou, dit is dus het eerste entertainmentplein. Drie Mongolen op het podium. Maar jij hebt dus nog meer, hè? Je hebt ook nog zo'n gekke Max en Moritz kar. Dat is wel grappig. Ik hoop dat hij daar gewoon ergens voorbij komt. Zeg maar die zeepkist die je zeg maar in de attractie hebt, oh, hebben ze dus zeg maar nagemaakt en die rijdt er ook meestal rond. Dus dat is wel grappig, oh. Alleen die zie ik hier nog niet. En die stuurt hier via WhatsApp een foto van zo'n Fata Morgana reus, die rijdt ook rond ofzo. Ja, klopt. Daar gaan we zo nog wel even naartoe. Maar nu gaan we eerst in de Max en Moritz. Ik had iets gezien van een... bij de droomvlucht, zo'n gekke zitstoel. Ja, wat was het? Een elfentroon volgens mij in mijn hoofd. Ja, dat zou best kunnen. Dan kan je dus op zo'n schommel zitten. Ja, is het een schommel of een stoel? Ja, het is eigenlijk een stoel, het is niet echt een schommel. Maar goed, eerst zijn we dus op het Max en Moritzplein en we gaan dus nu eerst deze attractie doen. Dus let's go. Ja, vind ik wel goed idee eigenlijk. Ja, ik ook. Nou, we komen net uit de bron. Het ging echt totaal niet goed. Ze lieten echt gewoon steeds veel te veel mensen naar binnen, hadden wij het idee. Ja, en we stonden daar voor die voorshow en moesten we echt, was dat zijn, denk ik, 10 minuten, 15 minuten wachten of zo. Ja, ja. Terwijl normaal ben je, als je bij die voorshow bent, daar voor die deur, je hebt zo'n kaartje gehad en dan ben je zo binnen. Ja. Maar dat duurde heel lang en toen waren we uiteindelijk binnen. Hadden ze twee keer een ploeg voor rij 3 binnengelaten. Dat was ploeg A en ik denk twee keer ploeg B of zo. Ja. Dus daar hadden ze ook te veel mensen voor. En twee mensen die hadden ook eenzelfde kaartje. Dus die moesten weer door de rijen lopen, moesten weer helemaal terug. Ja. Dat ging niet zo heel goed. Nee, dat ging niet helemaal goed. Maar ja, we zijn er in ieder geval levend uitgekomen. Hè? Maar we gaan dadelijk naar de Joris en de Draak lopen. Ja, en dan gaan we wel eens kijken of dat wel goed gaat, toch? Ja. Dus let's go. Let's go. Nou, dit is het dus bij de Vliegende Hollander. Precies hetzelfde als jij, hè? Nou, dat staat er dus bij de Vliegende Hollander. Deze heeft ook altijd op het 9 Pleinenfestijn gestaan, dus dat is wel grappig om te weten. En nu gaan we in de... Vliegende Hollander. Yes, helemaal goed. Stel je voor je zo'n inlandskoor. Nou, geen Vliegende Hollander. Maar we hebben echt geluk vandaag. Nee. Totaal niet, want we hadden net bij de bron al iets, nu bij de Vliegende Hollander. Nou, hij had er net de storing, alleen toen kwamen wij er net uitgelopen en toen ging hij weer. Ja, dat is wel mooi, ja. Zullen we in de Vliegende Hollander gaan? Nee, ik ga er niet meer in. Maar serieus, net toen wij eruit liepen, toen ging hij weer. Ja. Dus we hebben lekker geluk vandaag. Ja, nee. Nou, we hebben echt daar echt veel te lang in staan. Ja, dus... nou ik denk dat we al iets van 30 minuten hebben staan wachten of zo. Ja, waar zullen we heen gaan? Ja, wat wil je? Vliegende Hollander? Nee, nee. Joris en de Draak? Ja. Was ook storingstotter. Maar wat willen we, zullen doen? Gewoon uit Ruikrijk? Ja, kan. Naar de Sirocco of zo. Ja, zullen we dat doen? Ja. Vind ik goed idee. Ik ga jullie trouwens eventjes een tip geven als je op een rustig moment naar de zomer Efteling wil gaan. Ga in de avond, want het is nou overal 10 minuten, 5 minuten, 20 minuten, dus het valt echt best wel mee met de drukte. Ja. Dus als je rustig... Het is steeds niet super rustig of zo, maar voor Efteling doen op zich. Ja, dus als je rustig naar de zomer Efteling wil gaan, ga in de avond, want dan is het lekker rustig. Dus dat. Wij gaan nu naar Rijzenrijk. Ja. Nou, moet je kijken hoe rustig het hier gewoon is. En op een normale zomerdag is het hier gewoon hartstikke druk. En er loopt nu, nou ja... Nou, een beetje Toverland drukte eigenlijk. Ja. Dus de Toverland heel de dag is. Ja. Dus shout-out naar Toverland, want Toverland is beter dan de Efteling. Hey, zullen we daar nog even gaan kijken? Ja, deze stond er vorig jaar ook al. En hey, ik heb hier echt bijna helemaal niks van meegekregen vanwege de corona. Maar nu staat hij er dus weer lekker. Kijk. Hertog IJs. Ja, ik ben altijd geneigd om Hertog Jan te zeggen. Maar het is toch echt Hertog. Dus ja, dat hebben ze hier dus een beetje gedaan eigenlijk. En er rijdt die meestal ook nog een wegenwacht autootje rond. Maar die rijdt er nu niet. Ja, nu gaan we echt naar Rijsrijk toe, hè? Ja. Nou, we staan nu eventjes bij Archipel. En ja, die is al een paar dagen dicht. Wanneer was ik daar? Vrijdag was ik er ook.
En toen was hij ook al dicht. En toen werd mij gezegd dat het gepland, ongepland onderhoud is. Maar ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Dus, zou moeten zijn, want alles ziet er gewoon goed uit. Ja, maar... ja, dat vind ik ook. Maar ja, ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar dat, ja, dat horen we vanzelf. Er kan nou eigenlijk ook niet echt iets zien wat er aan de hand is of zo. Zou goed kunnen, want heb ik ook gelezen dat er gewoon te weinig toezicht is. Ja, waarom zou er toezicht moeten zijn? Zoveel. Ja, dat, ja, waarschijnlijk. Je, zit, je staat toch als ouders bij, mag ik hopen? Ja, dat hoop ik ook, ja. Ik bedoel, als je een kind van 3 daar laat spelen, dan hoop je dat ouders zijn er toezicht op houdt. Ja. En anders zet je het op een bordje, zelf toezicht houden bij je kinderen. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Maar ik, ja, ik, wat ik al zeg, ik vind het raar dat hij dicht is. Ja. Want ik kan er nou niet echt iets aan zien. Ja, het water is gewoon smerig. Zie je dat niet? Volgens mij hoort dat blauw te zijn. Want daar is het wel... Ja, het is gewoon groen hoor. Maar ik weet niet of het water is of dat het de onderkant is. Het is gewoon groen, lijkt het wel. Want als het water zo groen is, dan moet ik zeggen, dan zou dat hier ook moeten zijn. Maar hier is het dan weer niet. Hier is het weer bruin. Ja. Dat is de onderkant. Dus ik denk dat de bodem gewoon groen gemaakt is ofzo. Ja, het zou goed kunnen, maar ja. Want het is volgens mij één kant. Kijk, hier komt water gewoon door. Ja, dat klopt. Dus dan zou het daar goed zijn, maar ook hier. Maar op het moment van opnemen is er nog niks over bekend eigenlijk. Dus ik vraag me echt af wat er aan de hand is. Ik denk dat hier misschien is met dat water dat allemaal buiten de koepers komt hier. Ja, dat zou goed kunnen. Hier hoort geen water te staan natuurlijk. Dus ja, dat zou goed kunnen, ja. Nou, let's go in de Sirocco. We zijn ook net te laat weer. Ja, nou boeien. Ja, wachten we een rondje. Ja. Mensen, we zitten lekker in de Sirocco, dus let's go. Ik ga een keer met de GoPro filmen, want dan kan je zien hoe hij kan draaien. Nee, wacht, klik. Maar voor de mensen die dat niet weten, je hoort eigenlijk een soort klikje. En daarna dan kan je hem goed pas draaien, want nu staat er nog een soort rem op. Ja, dat klopt. Dus dan is het heel zwaar om te draaien. Ja, doe dat dus niet. Ik zal vandaag het punt laten zien wanneer het klikje komt. 3, 2, 1, klik. Maat, kus je skap even, man. En nou moet de rem erop gaan. Ja. Nou, we komen net uit de Vogelrok. We hebben hem 2 keer gedaan. Dus ja. Dat bewijst dus al dat het echt rustig is in het park. We lopen nu naar het Droomvluchtplein, want daar hebben ze een hele gekke elfentroon. Dat is wel vet om te zien. Ja, ik zie hem al. Ja, gekke elf aan het schommelen. Ja, dat is mooi, hè? Dat is echt heel mooi. Ja. Alleen moet ik wel zeggen dat die muziek veel te hard staat. Echt, als je daar staat, jongen, je wordt gewoon doof. Ik zweer het. Maar ja, dat gaan we dadelijk ervaren. Ja, dus dat gaan we nou even doen. We zijn echt bijna. Ja, dat is toch gekke bankjes in de metro. Ja, al bankjes en mooie, wat was het, die bogen. Een troon met een groot ijsje erop. Ja, dus dat is echt heel mooi. Nou, we lopen nu eventjes nog naar het Fata Morganaplein, want daar hebben ze ook nog zo'n grote reus staan. Dus daar gaan we nou nog even naartoe. Dat is wel leuk om even te zien. Nou, ik ben benieuwd. Ja, we hebben eigenlijk te kort tijd, want we hadden eigenlijk ook nog in het spookslot, maar daar gaat het niet meer lukken. Nee. Dus gaan we nou gewoon naar het Fata Morganaplein, toch? Ja. En dat hopelijk kunnen we nog even in de Fata Morgana, is daar nog niet te laat voor. Ja. Ik denk dat dat wel moet lukken, want het is nu 10 voor. Ja, dat halen we wel. Ik denk dat we dat ook wel net halen. Ja, maar kijk hoe rustig het nou is. Ja, wat ik al zeg, je moet gewoon, als je rustig naar de Efteling wil, ga gewoon in de avond. Ja, zeker met die zomeravonden nu. En zeker op een zondag, want de volgende dag moet iedereen werken. Ja. Dus dan is het sowieso heel rustig. Snapte? Ja. En dadelijk vanaf de 24 juli of zo, dan is die bijna iedere dag open tot 10 uur. Ja. Dat is helemaal chill. Nou, we wouden de gin nog zien, maar hij is weg, helaas. Dat is weg, gin weg. Ja. Maar ja, het is ook al 8:55, hè? Ja, dan zal het daar inderdaad wel aan liggen. Hopelijk kunnen we in ieder geval nog in de Fata Morgana, maar dan lijkt het wel op een dekjes nog open. Ja, dus dat we dat nog even doen dan. Ja, en dan gaan we denk ik weer naar huis. Ja, het is al 8:55 dus. Let's go. Komt ie dadelijk, hè, de gin? Ja, de gin.
nou, we zijn onderweg naar de fietsenstalling, dus dat betekent dat we naar huis gaan. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het weer een leuke dag. Het was alleen maar een beetje kort, omdat dus met die, met die attracties dat niet helemaal mee zat, dat de baron dus langer wachten was, omdat ze, weet ik veel, te veel mensen binnen hadden gelaten. De deuren gingen niet open, weet ik het allemaal. Ja, toen ook nog de Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander, inderdaad, storing was. En toen precies toen wij al weggingen, toen ging die zeg maar weer open. En wat was er nog meer? Er was er nog eentje, toch? Nou, weet ik niet. De Vogelrok, daar moesten we ook even langer wachten, want dan waren ze de beugels waren ze aan het insmeren met iets wat lijkt op WD-40 of zo, omdat die niet helemaal soepel meer liepen. Dus waren ze die beugels aan het insmeren, dus... Ja, maar je hebt de gin niet gezien, hè? Dat is wel jammer eigenlijk. Ja, in de Fata Morgana. Ja, in de Fata Morgana wel, maar zeg maar de pop niet. Nee, die niet. Nee, dus dat is wel jammer, die moeten we nog wel even een keer laten zien. Ja. Dus ik wil zeggen tot de volgende keer. Ja. En dan zeggen we... Doodle peace. Doodle peace.